Dit is de ondertekening na onderhandelingen die maandenlang hebben aangesleept. Rental, het vijfde Belgische windturbinepark op de Noordzee, gaat in zee met Siemens, die de turbines in Oostende levert. Met de haven is nu ook het contract ondertekend dat ze de 12 hectare grote havensite in 2018 een jaar lang kunnen gebruiken. Wel, Oostende heeft zich duidelijk gepositioneerd als de hub voor de offshore. We zijn zeer blij dat we nog een project kunnen voor de toekomst vastleggen. Maar we zijn hier op de Belgian Offshore Days. U ziet de beurs, de omgeving. Er leeft ongelooflijk veel. En dat wordt voor de toekomst ons core business. Het andere park Nobelwind, dat in Oostende net de campagne is gestart voor de bouw van 50 3,3 megawatt molens, blijft hier nog maanden aan de slag. Maar de werf die er dan met rental aankomt, wordt zo mogelijk nog groter. Vooral de turbines van 7 megawatt zijn gigantisch. Dat zijn inderdaad zeer, zeer grote machines. Als je de vergelijking maakt, de eerste turbines die geplaatst zijn in de Belgische Noordzee waren vrij kleine turbines. Onze turbines zijn effectieve mastodonten. Van diep in de zeebodem tot helemaal bovenaan zijn de molens bijna 250 meter. Het rentalpark moet elektriciteit leveren voor 288.000 gezinnen. Rental weet waarom ze naar Oostende komen. We hebben altijd heel bewust gekozen voor Oostende, ook tijdens de ontwikkelingsfase van de parken. Niet enkel Rental, maar ook de twee parken die nog moeten volgen, SeaStar en Mermaid, worden ontwikkeld vanuit Oostende. We gaan daarvoor ook een nieuw kantoor bouwen in Oostende, in de haven zelfs. We werken ook samen met de haven van Oostende voor de constructie van het park. En ook de partners, DME en Siemens, zijn gevestigd in Oostende en gaan ook 20 jaar lang het park servicen vanuit de haven van Oostende. Voor het rentalpark alleen al meer dan 100 jobs voor minstens 20 jaar. Start van de bouw van het park Rental is voorzien in 2017. Windmolenenergie op de Noordzee blijft wel duur. Het gaat hier om een investering van 1,2 miljard euro.